Take 3. Goedemorgen, het is voor jullie donderdagmiddag en voor mij woensdagmorgen. En waar zijn we mee bezig? Nou, we zijn voor het eerst een beetje op tijd met de vlog, want we moeten dit eventjes op tijd doen. En wat gaan we vandaag filmen? Nou, we hebben vanaf vrijdag en zaterdag hebben we de proefvaardagen, die duurt 2 dagen. En dan kun je met verschillende boten instappen en varen om te kijken hoe zo'n boot vaart. Om een beetje ervaring op te doen en ja, wellicht kijken of er een bepaald type boot bij je past. Nou, dat soort dagen moeten natuurlijk worden voorbereid, want we hebben ongeveer 60, 65 modellen in onze gamma zitten. En we kunnen ze niet allemaal in het water leggen, want dan kunnen we letterlijk naar de overkant van de plas lopen. Dus dat doen we niet. Maar we kunnen wel een groot aantal boten in het water leggen. En dat is waar we vandaag ons een beetje mee gaan bezighouden, tussen de drukte door. We hebben hier een plein met waterspoor staan. 3 van deze waterspoorboten die gaan het water in. Onder andere de 777 die hier staat, de zwarte. En ook de 717 die hier staat, dat is een diesel. En we hebben daar ook nog een 616 staan. Dus dit groepje van 3 boten die gaan we uit de showroom takelen. En dat valt niet helemaal mee. Het zijn best wel zware boten altijd om op te tillen. Dus dat vraagt wel het maximale van onze machines. En er staan ook een aantal boten op de grond. Dus we kunnen hem niet eerst makkelijk naar buiten duwen en hem daar optillen. We moeten dat allemaal vanuit de showroom gaan doen. Maar we hebben het gelukkig vaak gedaan. Dus daar ben ik niet zo bang voor. En het is ongeveer 30 graden vandaag. Dus dat helpt ook lekker mee. Nou, we gaan starten. Ja, het is toch een blauwe geworden, omdat het makkelijker was en we niet heel veel tijd hebben. Dus de blauwe die stond meer vooraan. Alleen er missen nog 2 klokjes, want die waren niet op voorraad bij Jammer. Dus die hebben we nou besteld. Dus die gaan we nog even snel in orde maken. En we gaan nu de boot even tanken, want dat moet ook gebeuren. Dus dat gaan we nu doen. Ja, goedemorgen weer. Het is inmiddels donderdagmorgen, want gisteren ja, zijn we gestart met boten uit de showroom halen. Maar toen werd het zo druk weer. We zijn er echt vroeg mee begonnen, maar ja, het is nu gewoon bij ons echt hoogseizoen, waardoor we heel veel dingen tussendoor krijgen en we met z'n allen vol gas aan het werk zijn. Dat is natuurlijk super lekker, maar wel heel erg druk. En daardoor hebben we het vandaag nog een stukje drukker, omdat we de boten wel klaar moeten hebben voor morgen. Nou, om een glimp te geven van wat er allemaal gebeurt op zo'n dag. Nou, de hefdruk rijdt eigenlijk de hele dag met boten heen en weer. Boten voor onderhoud, reparatie, nieuwe boten die erin en eruit moeten. Hè. We moeten vaak propellers testen, kijken of een boot goed op snelheid komt. Dus die hefdruk rijdt eigenlijk de hele dag. Gisteren is deze tender 27 afgekomen. Moet alleen nog een kap op. Verder is die bijna klaar en kan die afgeleverd gaan worden. Dus ik heb gisteren test gevaren. Gaan we vandaag nog verder controleren en checken. We hebben hier een Corsair 595, die heeft een algehele controle gehad. Er waren een paar dingetjes mee. 777 die helaas een brandstofprobleem heeft, dus die zijn we even aan het nakijken wat er precies mee aan de hand is. Dat gaan we nog checken. Hier een Occasion die we hebben verkocht vorige week, dus die gaan we zaterdag afleveren. Dus die ligt hier, daar hebben we mee testgevaren, proefgevaren. We willen natuurlijk zoveel mogelijk problemen voorkomen. Hier een Van Vossen 600 die we verkocht hebben, ook een Occasion. Die gaat begin volgende week weg. Daar hebben we ook mee testgevaren. Was een probleempje mee met de gashendel, hebben we opgelost. Hier hebben we een van de eerste 777's. Die heeft hier onderhoud gehad, dus die hebben we eindelijk weer teruggezien. Die gaan we ook weer, die is nu aan proefdraaien, dus die wordt vanmiddag opgehaald. Nou, Bas en Kei hebben net deze boot in het water gelegd. Dat is ook een Occasion. Die hebben we ook bedoeld voor de proefvaardagen. Alleen gisteren belde er iemand die wilde heel graag mee proefvaren. Dus wellicht is die al verkocht voordat de proefvaardagen beginnen. Maar daar gaan ze zo met de klant mee varen. En in deze loods liggen de waterspoors die we er gisteren hebben ingelegd. Ja, misschien zie je het niet heel goed, want we hebben niet echt verlichting in de loods. Alleen een beetje daglicht wat door de kapotte planken naar binnen schijnt. Maar in deze loods hebben we wat proefvaartboten klaarleggen. We hebben vanochtend nog de waterspoor 616 in het water gelegd. Dat is die zwarte daar.
Dit is de 717, die vaart echt fantastisch. Ik heb er gisteren een stukje mee gevaren, maar ik ben helemaal verliefd op deze boot. En de 777, die ligt daarachter. Daar kunnen we uiteraard ook mee proefvaren, vrijdag en zaterdag. En dat is ook wel een hele mooie en fijne beleving. Dus er liggen hier alvast 3 watersports klaar. We gaan straks nog een primeur uit de show omhalen. Dat zul je ook wel zien op de camera. En we krijgen waarschijnlijk nog van allerlei dingen tussendoor. Dus dat is heel erg fijn. Ja, en in de loods hebben we ook nog een primeur 710 neergelegd. Tenminste, een collega van ons neergelegd. Die blijft even een paar nachtjes slapen, die boot. En die collega weet het alleen zelf nog niet, maar ook die boot gaan we inzetten voor proefvaardagen. Daar zit 100 pk in, dat is een hele fijne beleving. Ook daarmee kun je varen met de proefvaardagen, denken we. Mag je niet 100% zeker weten? Wel, nou, in principe wel. Je wilde niet de 650 laten zien, want dat vond ze eng om hier overheen te stappen, maar daar ligt die. Ook daar gaan we mee varen en we gaan nou even naar de overkant lopen, de 777 laten zien. Hey Joan. Nou, en deze van Vossen ligt ook in het water mee proef te varen. We hebben dus, Koen heeft net een beetje om het hoekje de Van Vossen 650 sloep laten zien. Dit is de Van Vossen 777 tender. Die sloep die is uitgevoerd met een 30 pk en deze is uitgevoerd met een 100 pk. Dus we hebben een hele mooie wisseling, mix gemaakt van dieselsloepen, van outboardsloepen met een motor in de bun en buiten de bun. Want er komt ook nog een Valerie-boot in het water te liggen. Die ligt er nog niet in, maar die komt er nog wel in. Dus dan kan je ook even horen wat is het verschil als die in een bun zit en als die de los achter hangt, even qua geluid. En je kan dan ook gelijk even een diesel vergelijken met de vaareigenschappen van een outboardsloep. Dus wat is daar het verschil in? Dus we hebben gewoon een hele mooie mix gemaakt. Je kan mooi testen, je kan het geluid ervaren, je kan de stabiliteit ervaren. En op die manier kan jij dus gewoon heel goed kijken welke boot past het best bij jouw wensen. En het mooie is, al die boten hebben natuurlijk kant en klaar liggen. Als je er dus geen extra toeters en bellen op wil, kan je dus al binnen een hele korte tijd varen. En dat wil je toch met het mooie weer. Je wil niet wachten tot het einde van de zomer. En daarbij de boten die we hier hebben liggen, die gaan we dan ook nog eens een keer met een hele leuke korting verkopen. Dus volgens mij lijkt me een heel mooi plan voor jou om gewoon even of vrijdag of zaterdag bij ons langs te komen. Onze openingstijden zijn van 10 tot 5, dus beide dagen van 10 tot 5 zijn we open. Drink een lekker wijntje bij ons of een frisje, een koffietje en er staan wat hapjes voor je klaar. Dus ik hoop dat jij erbij bent dit weekend. Ik kom gelijk aan. Nou, en dan hebben we nog een leuk dingetje. Deze powerboot met een 350 pk Suzuki. Die gaan we in het water leggen. En dan mag je daar een proefvaart mee maken. Of tenminste een vaart mee maken. Als jij een boot hebt gekocht dit weekend bij ons. Dan mag je of dit weekend. Of je mag een keer daarna. Of als je iemand weet die het super leuk zou vinden om in deze boot te varen. Die mag hier in ieder geval een rondje mee over de brasen. Deze staat nu nog in de showroom. Primeur 610. Uitgevoerd met een 60 pk maximale vermogen. Is ook misschien wel even leuk om mee te gaan varen. Nou, kortom, ik heb ze nog niet eens allemaal genoemd. Er ligt genoeg in het water. Dus ik hoop dat je komt. Dit was hem alweer. Het einde van deze Sloep & Tender videoblog. Geef me een like. En mocht jij een proefvaart willen maken met een van onze occasionboten, dat kan ook. Maar wel even op aanvraag, want we hebben niet alles in het water liggen. Dus bel of mail ons even van tevoren. Kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om die ook nog in het water te leggen. Ik wens je voor nu een heel fijn en waanzinnig lekker zonnig weekend. Ik hoop dat je ook het water opgaat bij ons of in je eigen boot. En ik zie je volgende week.